Drie doelpunten, prachtige headtrick. Kunnen we stellen dat het jouw avond was? Ja, ik denk voor het team heerlijk en voor mijzelf extra lekker. Ja, Je hebt mijn doelpunt doelpunt ook lekker zo bij het uitvak. Hoe, hoe, hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Uh, het is beter dan uh, voor een leeg vak of aan de andere kant. Dus uh, ik denk dat ik de goede kant heb gekozen voor de drie goals. Ja, neem ons mee in die wedstrijd. Je maakt die mooie headtrick. Uh, hoe heb je hem beleefd? Ja, uh, de eerste helft gewoon op zich wel prima pot. Maar wel zoekende als team zijnde en voor, voor mijzelf ook. En dan scoor je tweede helft snel uh, twee goals. Dus dan uh, ja, zit je al lekker in de wedstrijd. Nog assisten wij en dan nog die uh, derde. Ben je wel op zoek naar. Vooral, ja, ik wilde gewoon die derde maken. Dus dan, uh, de jongens wilden rustig aandoen en dan gewoon de nil te houden. Zo. Ja. Dus ik probeerde dus ze wel aan te sporen om door te gaan. En dan uh, uiteindelijk uh, wordt dat nog beloond. Het leuke uitje van de week. Heeft het bijgedragen aan de teamspirit vandaag? Ja, nu kun je zeggen ja, dus <laughs> het maakt niet uit of het wel of niet geholpen heeft. Kijk, als je, als je nu met 4-0 wint bij, bij Eindhoven, ja, dan heb je gewoon een fantastische week achter de rug. En, uh, en zo sluiten we hem ook gewoon af. Het is ook de eerste uitoverwinning sinds november en uh, de tweede overwinning op rij. Is de weg omhoog geslagen voor de Graafschap? Ik hoop het. Alleen dat is wat ik, wat ik al meerdere keren zeg. We kijken elke wedstrijd weer, weer op zich. Uh, deze mogen we weer afsluiten en we kijken weer naar de volgende. Ja, dat is een hele aparte natuurlijk, met de beker ertussendoor. Ja, een aardige tegenstander waar je, waar je tegen moet. Alleen ja, die wedstrijd die, die, die staat echt op zich. Uh, de competitie willen we dit gewoon weer doortrekken. Dus uh, wat er ook gebeurt donderdag... Uh, gaan we de volgende week maandag tegen Helmetschot... gaan we weer door waar we gebleven zijn. En kijken we elke wedstrijd gewoon uh, wat, er, wat er weer in zit. Ik zag dat de wedstrijd van Ajax komende donderdag... heel erg onder de supporters leefde. Is dat ook het geval onder de ploeg? Ja, natuurlijk. kijk Het is natuurlijk wel lekker als je met deze uitslag... Uh, dan die wedstrijd weer tegemoet gaat. Het geeft je toch een stukje vertrouwen. Ja, en wat de supporters ook fantastisch zeggen... Ja, het, moet, het moet donderdag gewoon een feest worden. En, en wat er dan ook gebeurt, dat, dat zien we daarna wel weer. Maar ja, er moet wel een kolkende massa zijn. En uh, die jongens moeten ook gewoon alles weer geven, 90 minuten lang. En misschien wel wat langer. Maar uh, ja, dat er wat bijzonders wordt, uh, dat, dat, dat merk je wel. Ja, Zit u misschien dan ook wat meer kansen nadat Ajax uh, gisteren een domper heeft gekregen? Nou ja, kijk, uh, misschien dat ze dit weekend ook nog een dompetje krijgen. Maar nee, ja, kijk, het wordt natuurlijk een hele, hele pittige wedstrijd en een hele zware wedstrijd. Uh, waar we gewoon heel goed moeten zijn. En, uh, en, en dan zien we na 90 minuten of meer wel wat het ons oplevert. Maar het is natuurlijk wel een mooi adviesje voor in Doetinchem, hè, uh, de Graafschap Ajax. En uh, ja, da daar gaan we gewoon zo ook nog naartoe leven. Ja, wat zijn je verwachtingen? Weer een Netric? Dat is ook nou, voor tegen. De situatie van uh, Adrie Poldevaart. Onlangs was er ook het nieuws dat hij uit het ziekenhuis is. Hoe leeft de situatie binnen de ploeg? Ja, dat. Uh, het zegt eigenlijk genoeg wat, uh, wat Jeffrey Fortes uh, volgende keer zei. Het is ook het is een stukje brandstof uh, om het ook voor Adrie te doen. En, en zo zien wij het ook. Uh, als staf uh, zijn we gewoon doorgegaan met wat, uh, wat we altijd al deden. En, uh, en, en het is ook altijd een stukje voor Adrie. En. Uh, hij is nu thuis, dus dat is alweer een stapje de goede richting op. Uh, hij zit te wachten op zijn revalidatie. Uh, dus ook daar zit weer een, een positief uh, herstel in. Dus ja, het, uh, alles gaat nu een beetje de goede kant op vallen. En uh, we hopen dat hij er heel snel bij is en dat hij mee kan genieten van, uh, van dit team.